heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef kwam op, en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David. Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde